Zo, ik zit in een Volvo V90. En waarom? Omdat mijn Tesla gerepareerd moest worden. Maar ik wil even laten weten van wat ik van die Volvo vind. Allereerst is het een ongelooflijk klein ruitje. Vergeleken met de Model X, ja, is dat toch wel heel erg wennen. En dan B, het lawaai wat hij maakt, vooral in de stad. Als je bij een stoplicht staat, dan slaat hij af. En als je dan weer gas geeft, nou, dan begint het enorm... Dan begint het weer enorme lawaai te maken. Op de snelweg merk je niet zoveel van. Maar vooral autopilot wil ik even laten zien. Hier zit een knopje. Als je hierop drukt, dan zet je het aan. Ik zet het even uit nu. Kijk, ik rij nu gewoon met de hand. En dan zet ik het aan. Klik. En dan gaat hij meteen, zie je een groen stuurtje. En dat betekent dat hij nu gewoon zelf rijdt. En dat doet hij keurig. Hij heeft Adaptive Cruise Control. Ik kan hiermee harder en zachter. Dus ik zeg nu op 100. 100. Dan zet hij op 100. En dan rijdt hij gewoon keurig netjes tussen. Echt heel betrouwbaar. Heel goed. Ik ben er heel tevreden over. Daar ben ik wel blij mee dat Volvo dat heeft. En dan als ik dus even niks doe. Dan krijg ik, dan zeg ik hier sturen. Dan moet ik hieronder eventjes het stuur aanraken. Gaat hij geluid maken. Dan moet ik weer eventjes dit doen. En dan gaat hij weer verder. Ik kan er ook een grote sinaasappel op doen. Of een klein flesje water. Maar hij kijkt heel keurig netjes contact. Dus even zien hoe lang het duurt eigenlijk. Want dat is denk ik een 20 seconden of zo. Niet 10 seconden. Het is niet zo irritant als met... Als met de Nissan Leaf. Kijk hier, sturen. Bam. 1, 21, 22, 23, 26, 28. En voor de rest is het een goed schermpje. Dus 10 seconden, 12, 14, 15. 15 seconden. In 3 kilometers, take exit 17 Zaltbommel 4 and 322 toward Zaltbommel, Rossum. Die 15 seconden, ja, dat is wel een beetje weinig. Dat irriteert me. Maar de kwaliteit is goed. Hij doet het gewoon goed. Net zoals de Nissan Leaf. Hij heeft een hele goede autopilot. Of ProPilot, ik weet niet hoe het hier heet. Maar dat werkt goed. Ik vond de afstandsbediening, ik vond dit scherm was groot genoeg. Ja, het is natuurlijk hartstikke klein vergeleken met een Tesla. Maar op zich werkt het wel. Ik had echt heel veel moeite om de navigatie goed in te stellen. Want je moet werken met filters. Je moet hier met instellen. En dan kun je zeggen, ik heb straten. Dan kun je de straten invoeren. En dan zeg ik, nou, ik wil het Kerkplein. Kerkplein. Ik ben blij dat ik dat niet hoef. En dan krijg je hier een lijstje van deze zaken die er zijn. Nou, ik was niet onder de indruk. Maar het werkt. Dus wat dat betreft is het gewoon... En hoe ik nou weer naar de hoofdscherm ga, hoe ik weer eruit ga, ik weet het allemaal niet. Ik moet hier ook ophouden. Maar goed, heerlijk dat ik weer eventjes aan een gewone auto rijd. Het lawaai, de kleine ruimte, de weinige licht. De user interface hier is verder prima. De ProPilot. En dat is dan een V90. Dat is dan zeg maar het beste wat hij te bieden heeft. Dus dat was eventjes mijn review. Heerlijk dat ik weer terug mag naar mijn Tesla.